Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is net eventjes voor 9 uur. We hebben heerlijk geslapen en we gaan nu naar beneden. Gaan we eventjes lekker ontbijten. Goedemorgen schatje. Goedemorgen meneer. Is het met u? Met mij. Gaat het goed. Gaan we looking fresh with all the red. Ja, ik heb een rood outfitje aan. Rode schoenen, rood t-shirtje. Vandaag wordt weer echt een leuke dag. Want vandaag gaan we met de ferry. Dan gaan we naar een eilandje. Wie is ferry? Ferry is een boot. Die kan je straks wel ontmoeten. En wij gaan met die ferry gaan we naar het eilandje Sark. En Sark is een plekje, een eilandje verderop. Good morning! Hey, good morning. En daar gaan we even wat leuks doen. Meer daarover later in de vlog. Eerst even ontbijten. Appelsap of sinaasappelsap? Ik heb liever een lekker appelsapje. Ik had hem afgelast, hè? Hey, het servetje blijft hangen. Oh, nu niet. Hoppa. Maar kijk, hier heb je dus een paar dingetjes staan. Zoals granola, of wat is dit? Ja, muesli. Muesli. Ja. Muesli. Wat is dit eigenlijk? Dadels lijkt het een beetje. Ja, dadels. Ik dacht olijven misschien ook. Nee, dadels. En dit is... iets van... ananas. Nee, sinaasappel. Ah, sinaasappel. En dan heb je melk en appelsap en sinaasappelsap. En dan kan je een ontbijtje nog verder bestellen als je aan het tafeltje zit. Good morning. Table number 8. Hey, thank you. Nou, tafel nummer 8. Zo, dat is een beste slok appelsap, vrouw. Kijk, ik heb een lekker croissantje hier met een lekker jammetje, raspberry. Zo gaan we even lekker ontbijten. Raspberry? Ja, dat staat erop toch? Oh nee, strawberry. Oh ja, strawberry. Lekkere aardbeienjam. Lekker hoor. En hier is een lekkere frambrozen. Zo, daar zijn we dames en heren. Buiten. Lekker. Het is lekker weertje eigenlijk. Het is niet zo dat de zon schijnt, maar het is lekker. Het is een beetje heijig. Alleen gewoon wel fris, maar toch ook wel weer lekker. Gewoon wel zin om dingen te doen ook. Dus het is mooi dat we er nu vandoor gaan. We hebben alle koffers hebben we klaargezet. Helemaal ingepakt. En ik heb alleen een Knolpower tas bij me. Waar alle spullen in zitten die ik nodig heb voor nu. En we gaan wachten op de taxi. Het is nu 9:48. En de taxi zou hier 9:45 zijn. De afgelopen dagen waren de taxis elke keer echt super vroeg. 5 minuten van tevoren. Dus ik hoop dat het goed gaat. En dat de taxi nog komt. Maar ja, ik ben zelf ook wel eens een paar minuutjes te laat, dus we wachten gewoon geduldig af. Nice hoor! Een nieuwe dag in Guernsey, dames en heren. Van alle plekken van de wereld zijn we in Guernsey. Zo mooi. Wisten jullie trouwens dat Harry van de Sidemen hier op Guernsey woont? Dat hij hier geboren is en hier vandaan komt? Super sick. Helemaal door. Oh, dit pad ziet er ook wel sick uit, hè? Het is gewoon een pad hier, helemaal daar naar achter. Dan heb je een super mooi baai. Maar ja, daar kunnen we nu niet heen, dus bye bye. Hey, kijk, daar komt onze taxi. Leuk zijn. Hallo. Mooi vlaggetje achterop van Guernsey ook. Die zie je echt vaak terugkomen. Daar zijn ze wel heel trots op. The flag of Guernsey. Oké, goed. Ik hoop niet dat we de boot missen zo, de ferry. Ja, de bus gaat kwart over de... Oh, jeetje. De boot gaat kwart over 10. Dat is zo 25 minuten. Please make sure you arrive no later than 15 prior to schedule. Ah, hier. Over taxi gesproken. Hi. Let's go. Nice. Oh. Oké. Bye. Oké. Ik heb geen idee. Ik ben... Die daar keren, maar hier ook kunnen. Oh ja, je kan hier makkelijk keren. Dus. Je hebt wel helemaal aan het einde daar heb je een plekje, die parkeerplaats met die klif waar we zijn geweest. Dus maar het zou gek zijn als hij daar gaat keren, eerlijk gezegd. Ik vind het toch een beetje spannend. Ik wil eigenlijk die ferry niet missen. Nee. Maar waar is de taxi? Als dat hem niet is namelijk. Misschien komt hij terug. Maar hij was wel rood, die bovenkant trouwens. Zo van bezet. Dat heb ik helemaal niet gezien. Ja. Mijn bovenkant is ook rood. Ik ben weer Wells Waldo. Auto. Ah, geen taxi. Damn! Als je erover kan. Hey, Eschaf, you're speaking with Enzo. Ah, hello. De taxi is not coming. Yes? Oh, wow.
wauw. Oké, er was hier net een bus. Alleen ze vroegen ons van gaan jullie naar Hurm? En wij zeiden nee. Wij hebben de bussen naar Hurm niet nodig. Wij gaan naar Sark. Maar misschien gaat die bus van Hurm ook naar dezelfde plek waar je met de boot naar Sark gaat. Dus misschien een miscommunicatie, maar... Oh ja, het stuur zit rechts. Nou ja, moet ik altijd even aan wennen. Oké, dan ga ik links zitten. Oké, wederom dames en heren worden we gered door Ashraf. Thank you very much. Oh, it's a pleasure. It was a pleasure to have you with us. thank you. Oké, dames en heren, ik hoop dat we het redden. Ik zie daar wel mensen wachten, dus dat is een goed teken. Het is nu namelijk bijna 10:15 al. Ik denk dat we geluk hebben. Ik zie hier wel allemaal mensen wachten namelijk. Die jongen die zit daar zo van kom. Oh, yes. Oké, thank you very much, Ashraf. No problem. Thank you very much. Oh, we hebben echt geluk. Ja, je kan me komen, Myron. Myron. Hallo, ik ben Enzo. Nice to meet you. Let's get off the boat. Oké, perfect. Wow, we zijn echt nog maar net op tijd dus. Ja. Daar gaan we. Hey, zijn militairen aan boord? Wat is dit? Allemaal militairen? Geen idee. Nou, hier gaan we ook op. Sick. 55 minuten duurt het, dames en heren. Zo. Wat gebeurt er allemaal? Mooie outfitjes. Ja, nu is het lastig om een plekje te krijgen. Ja, nu is het al helemaal. You wanna have a look? Yeah, I have a look. We gaan even kijken boven. Zo, ja, als je als laatste aankomt, maar echt, echt als laatste, dan is het heel moeilijk om nog een plekje te krijgen. Maar hier zijn we dus, bovenop. Dit is dus de haven. Ja, ik denk dat boven koud is. Oh, je hebt een t-shirt gek. Doe eens heel snel een hoodie aan. Ja. Iedereen kijkt je ook aan van wat is dat voor gek. Waar moet ik daar zitten? Maar dat kan niet. Oh nee, dat mag niet. Daar is zo'n lijntje gespannen. Heb je mooie plekjes gehad? Zit je naast oma? Fijn hè? Ja. Ze zijn nu even allemaal... De boot is nu aan het praten. Dat is echt gaaf. De boot praat namelijk. En die vertellen even alle veiligheidsredenen, regels, dat soort dingen. Thank you for your attention. Wishes you a pleasant crossing. Oké, okay, so 55 minutes, right? 55 minutes. Let's go. Yeah. Very nice. Oké, laten we hopen dat het verder niet gaat regenen. Your name was Alfie, right? Alfie. Oké, zijn naam is Alfie. En die gaat ons vandaag meenemen naar Sark, naar het andere eiland. En dan gaan we daar even wat leuke dingen doen. Dus dat wordt heel erg tof. Hij en wij ook hadden natuurlijk gehoopt dat het iets mooier weer zou worden. Maar dat kunnen we niet controleren, beheersen, beheren. Maakt niet uit, ik wil weer. Anyways, we gaan er nu vandoor. Best hard eigenlijk. Het gaat steeds harder en harder. Ja, je mag in de haven maar 6 knots. Dus nu gaat hij harder dan 6 knots. Wauw, moet je kijken dames en heren. Daar liggen twee knijters dikke cruiseschepen. Zie je dat? Ja, ik hoef het geen eens aan te wijzen eigenlijk. Je ziet ze echt wel duidelijk. Maar die gaan dus aanmeren hier bij Guernsey. En die gaan dan hier een dagje liggen en dan gaan ze gewoon Guernsey gaan ze bekijken. En dan gaan ze in de avond gaan ze weer vandoor. Maar die worden nu door boten meegesleept geloof ik. Ziet er echt altijd sick uit zo'n cruiseschip. Moet je kijken hoe dit eruit ziet hé. Wow, het gaat tekeer ook hé. Jeetje. Holy moly. Weet je wat er door mijn hoofd heen gaat als ik dit zo zie, zo'n cruiseschip? Het is misschien echt heel raar wat ik nu ga zeggen, maar soms gaat het heel raar ook in mijn hoofd, denk ik. Maar als ik dan zo'n cruiseschip zie, zoals hier, dan denk ik van wow, stel voor, we gaan heel erg veel jaren terug in de tijd, maar dan niet een paar jaar, maar echt heel veel jaar. En je gaat terug naar de tijd dat ze aan het vechten waren met zwaarden en harnassen en zo. En je verdedigt hier zo Guernsey. En je bent dus een ridder. En er komt in één keer zo'n cruiseschip aan. In hun tijd, zeg maar. Dus iets wat natuurlijk nooit mogelijk is. Maar dat lijkt me zo lijp. Dat je dan als ridder daar staat te verdedigen het eiland. En dat je dan in één keer zo'n cruiseschip aan ziet komen. Dat je denkt van, what the fuck gebeurt hier? Hoe is dit? Wat is dat? Gewoon die technologie. Huh? Daar hadden ze toen natuurlijk nog helemaal niet van gehoord. Ik weet niet, dat soort dingen denk ik dan over na. Je kan heel goed zien hoe groot zo'n cruiseschip is. Ik kwam even niet aan mijn woorden, maar je kan heel goed zien hoe groot zo'n cruiseschip is. Als je dan die kleine bootjes bekijkt. Dit bootje hier bijvoorbeeld. Terwijl dat bootje echt al gewoon wel prima bootje is, zeg maar. Laat staan zo'n cruiseschip. Jeetje mina.
Ik bedoel, je ziet dolfijnen. Wow, dat is sick. Hij zit hier in deze golf, dames en heren. Goed kijken, let op. Als hij durft. Ja, zag je dat? Wajo. Wow, so nice. Dolfijntjes. Dat is sick, hè? Ik sta ook gewoon op die bank. Zo, we gaan ervoor zorgen dat we als eerste eraf gaan. Want er is mij verteld dat dat een heel slim idee is. Want er gaan dus allemaal trekkers van het plekje hier van Sark. Dat is dus het eiland Sark. S-A-R-K, als ik het goed heb. En er gaat hier een tractor weg naar een stukje verderop. Ik weet niet waarom een tractor. Misschien omdat het te lang lopen is of zo. Ik weet niet. Thank you, bye bye. Thank you. Dan gaan we. Yo. Wow, allemaal koffers hier. Kijk dan, wat een plek, hè. Nou, we zijn dus van de boot af. En de reden waarom de militairen hier vandaag zijn, is, en dat had ik gisteren ook al verteld. Gisteren was het... John Deere! Oh my god, het is een John Deere. Dit was een John Deere I was talking about. Yes, let's go. Let's go. Hij zegt ook, he's already told me. Hij zei, we gaan met een trekker. Ik zei, John Deere. Anyways, wat ik wilde vertellen is dat gisteren vierden ze bevrijdingsdag op Guernsey. Maar vandaag vieren ze bevrijdingsdag op Sark. Die werd een dag later bevrijd. Maar tot nu toe, super mooi. Kijk hoe dit eruit ziet. We hebben dus niet het beste weer, maar het is wel echt fantastisch hoor. Kijk dit joh. Wel echt super gaaf. En ik had helemaal niet het gevoel dat het dus een uur duurde met de ferry. Ik had echt het idee dat ze maar 20 minuten tot een klein half uurtje erop zaten. Dus het viel heel erg mee. En Alfie is dus met ons mee om iets leuks te doen. Dit is dus de tractor, dames en heren. En je kan dus omhoog lopen hier. Maar dat gaat de hele tijd omhoog. En Alfie die zegt, ja, je moet gewoon even met die tractor gaan. Want dat is gewoon leuk voor de ervaring. Voor de experience. Dus we gaan met de tractor. Oké, daar zitten we dan. Daar zitten we. We trekken. De andere trekker. Ja, dit hoort al een beetje bij de ervaring. Met de trekker omhoog in plaats van lopen. Nou, goed. Dat is prima, gaan we dat doen. Zo droog dit eigenlijk. Ja, voor de oudere mensen snap ik dit wel. Zo, daar zijn we. Yes. Hoppakee. Let's go. Bedankt hè. You. Het enige wat ze hier hebben zijn trekkers. En dat is het eigenlijk. Dat is mij verteld. Ze hebben hier geen auto's, ze hebben geen motors. Daar is het gewoon te klein voor. En er zijn dus gewoon mensen. Want er wonen ongeveer 5000 mensen op dit eiland. Dat is wel veel. Ja, dat zijn wel veel. Alfie, you said 5000, right people? I think so. Give or take. Oké, okay, ongeveer 5000 mensen. Dat is een hartstikke leuk, we'll find out. Oké, dus dat zijn op zich niet heel erg veel. En ja, geen auto, niks. Alleen trekkers. What? En er zijn dus mensen die hun hele leven hier wonen. Kan je je niet voorstellen, denk ik. Maar het is wel zo. Het ziet er wel super schattig uit hier, hè? Gewoon heel rustig en vredig weer. Zo, ik weet niet wat het is, maar lekker aan het niezen. Anyways, super mooi huis is dit wel hoor. Echt wel super gaaf. Kijk hoe dit eruit ziet. Wauw, echt heel erg gaaf. Maar ik vond het gewoon zo moeilijk te geloven dat hier op dit eiland 5000 mensen wonen. Dat vond ik ook moeilijk te geloven. En Marvin zei ook al, lijkt me heel erg sterk. Dus, ik heb even de telefoon erbij gepakt. Ik heb gegoogeld. En wat blijkt, er wonen echt totaal niet 5000 mensen hier. Nee? Er wonen ongeveer 600 mensen hier. Ja, maar joh. Ja, en dat geloof ik ook wel. Misschien dat Elfie had onthouden dat op een toeristische dag of zo, dat er dan 5000 mensen op het eiland zijn. Dat geloof ik wel. Want als hier zoveel mensen heen gaan, dan kan het wel ongeveer kloppen. Maar ik dacht, als ik dit zo zie, zo'n weinig huisjes, dan kan er nooit 5000 zijn. Klopt. 600. 600 mensen wonen hier ongeveer. En ze moeten het puur hebben van twee dingen. Tenminste, de economie hier draait op dit eiland over van twee dingen. Toerisme en landbouw. Dat zijn de twee dingen waardoor ze het eiland draaiend blijven houden. Heel erg bijzonder. Zo'n klein eiland, 600 mensen die hier wonen.
Echt bizar. Maar wederom, als je gewoon van rust houdt en je kan hier iets van werk doen, waardoor je gewoon genoeg verdient om hier te blijven kunnen wonen en gewoon gelukkig te zijn, dan is het misschien gewoon een perfect leventje voor je. Dan kan je gewoon hier in de meest rustigste straten misschien wel ter wereld gewoon wonen. Kijk hoe dit eruit ziet, hè. Ik vind het zo sick dat het hier zo rustig is. Het is gewoon niemand te bekennen. Dat is gewoon echt niet normaal. Wauw, wat een rust. We zijn er. A tot B cycles. Kijk, tandem. Oh, dat is ook leuk. Ik hoop dat we een tandem krijgen. Ik wil dat vragen. Dat zou geniaal zijn. Ja. Hallo. Hallo. We are coming to rent a bicycle. Yeah, have you booked a Jules? Yes. Yeah, what's the name? Enzo Knol. Knol. Oh, are you the journalist from Visit Guernsey? Yeah. Is it maybe possible, we saw like a tandem there, is it maybe possible to go on a tandem? I mean, you can if you want. Yes. Yeah, we would love to. That would be lovely. Give me 2 seconds just to check. Yeah, no, of course. Yes. Oh, joh, dat zou geniaal zijn, hè? Gewoon even een tandem. Ja, dit is dus ook een van de dingen waar ze op leven. Oh ja, het gaat gewoon die daar. Die toerisme. Ja, serieus? Ja, die gaat ze eraf halen. Geniaal. Ja, dat is toch leuk? Gaan we lekker met z'n tweeën zo fietsen? Ja, dat is echt mooi, ja. Wil jij voor of achter? Maakt mij niet uit. Volgens mij heb ik nog nooit op een tandem gezeten. Ik ook niet. En ik heb wel eens gehoord dat achterop heel moeilijk is, omdat je dus niks kan doen. Dus je moet daar gewoon het stuur van zijn. Maar dan kan jij beter achter gaan. Oké. Okay. Want dan kan je filmen. Ik heb ook nog nooit op een tandem gezeten. We kijken wel even. Lachen zeg. Hadden we toch een helm moeten nemen. Do you need maps? No, we have Google Maps, yes. Oh, perfect. Yeah. Thank you. Oké, okay. Bye bye. Nice. Nice. Oké. Okay. Wow, dit wordt sick. Let's go. Nou, ik hoef alleen maar te zitten dan, denk ik. Ja, maar ze zijn wel, als je achterop zit, moet je echt niet gaan sturen. Niet... Nee, ik kan toch ook niet sturen? Nee, maar dat gewoon... wil je als je denkt, maar als ik stuur, gaat niet goed. Dan gaat je zadel heen en weer, kijk. Ja, precies. Dus mijn zadel kan een klein stukje omhoog. Dan gaat jouw stuur ook een klein stukje omhoog. Dit is zo fijn, dit. Hoi, yo. Let's go. Hoi, yo. Ben je er klaar voor? Ja, kan die? Ja. 1, 2. Hoi, yo. Ja. Nou, daar zitten we dan. Ja, joh, makkie. Ja, joh, dit is easy. Ik hoef echt helemaal niks te doen. Oh, hoi, yo. Ik wou niet trappen, maar ik moet wel trappen. Oh, jij wou maar alleen laten zien. Ja, ik wou niks doen, maar dat kan niet. Oh joh, dit is zo eng. Dit is zo gek. We gaan onze eerste bocht nemen. Oh, ja, we moeten naar links. Oh joh, oh joh, oh joh. Ze zei ook, neem je bochten wijd. Wel een beetje mee fietsen, jongen. Jij fietst niet mee. Je zit de hele tijd alleen te trappen. Nee, voel je dat? Nee. Ik trap nu mee. Nu ben ik aan het meetrappen, maar ze net de hele tijd niet. We moeten dus hier straks ergens downhill een stukje. Goeie joh. Waar moet je heen? Ja, hier naar links ergens. Oh joh, we gaan hard. Oei, joh, we gaan hard. Oh ja, hier moeten we links. Hier moeten we links. Oei, joh. Oh, mijn reet. Oh ja, ik trap al. Ja, hier moeten we naar beneden. Oei, joh, dit is eng gek. Oei, joh, mannen. Oei, joh. Oei, joh. Dit is een mountainbike route, gek. Met een tandem. Holy shit. Oh, mannen. Oh. Ik zit achter en je wil niet weten hoe eng dit is! Wow, man! Holy shit! Holy shit! Ring, ring! Sorry! Perfect, thank you! Schat, schat! Je bent gek, ik kan niet zo snel trappen! Holy... Mario, jij sport echt! Rem in! Oh, mijn reet. Nee, we gaan te ver. Stop. Nee, hoe is hier aan? Ja? Je hebt een stok op je. Oké. Okay. En dan zijn we dan ergens links. Oh. Hey, Sjondeer. Hallo. Oh, er zijn wel veel Sjondeers dus hier. Dat is mooi. Ja, ik denk dat we hier naar links moeten inderdaad. Oh, mijn reet doet zo'n pijn, hè.
Weet je hoe dun dit zadeltje is? Weet je hoe hard die is? Jij ging echt veel te hard. Oké, ja, ik denk je naar beneden, maar dit is echt wel weer downhill hoor. Maar check eens even op jouw Google Maps, hij heeft het toch uitgelegd? Ja, klopt. Ik zal eens even checken. We gaan nu echt hard, ja? Oh ja, ja. Ja, we moeten hier even een stukje omhoog, denk ik. Lukt dat? Ze zei nog, als je afstapt, dan moet je oppassen voor het stuur achter je. Jezus. Maar je hebt gewoon een bel, ja, voorop. Ja, maar die doet het niet. Dat is een bel uit Amsterdam. Wow. Of niet? Nee. Oh, dat dacht ik. Wow, er stond XXX op, dacht ik. Ik denk wel daar naar beneden. Ja, daar is de B. Links. Ja. Discard B. Ja, hier moeten we heen. Kijk, Discard B. Je hebt hier serieus veel sondeers. Kijk. Gaan we weer. Dus nu gaan we helemaal naar beneden. Ja, dat wordt spannend. Oké, we hoeven niet te trappen, hè? Oh, yo, gek, mijn band kwam tegen een richel. Oh, yo, als jij remt, dan ga ik naar voren. Oh, nu moeten we trappen, denk ik. Trappen. Oh, trappen. Kan je versnelling lager? Ja, versnelling lager. Ja, lekker. Discard B, rechts. Rechts. Oh, fietsen. Ja, we redden het. Holy shit. Oké. Okay. Oh mijn god. Go. Oh, Myron, stop, ik zweer. Er gaan gewonden vallen. Myron. Oh. Ja, jij leeft zo. Je duwt mij zo hard. Oh, yo, je telefoon is ook gevallen. Ja, en mijn lippen vandaag. Holy moly. Ik weet niet of dit de route is hoor. Jawel, maar dit moeten we eigenlijk lopen, denk ik. Ja? Ja. En je lippenbalsen. Ja, maar ik was echt zo bang. Hè. Jij hield die tas zo hard, man. Ja. Ik kon helemaal niks. Ik probeerde met mijn lichaam te sturen, maar jij had mij zo... Dus we zijn ook echt in the middle of nowhere. Kun je zetten de fiets hier dan ergens? Nee, we kunnen wel een stukje verder fietsen. Zal ik nu voorop gaan? Ja, maar besef dat we terug dit stuk dan ook moeten. Hè? We kunnen beter dan lopen. Oh ja, laten we dan nog een fiets gewoon hier neerzetten. Ja, hier hebben we wel een breder pad. Dan kunnen we hem hier wel tegen deze boom aanzetten bijvoorbeeld. Wel echt een mooi pad hoor dit. Ja, dit moeten we dus helemaal naar beneden lopen, daarachter. Maar weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Er stond een bordje, schat, daar. Serieus, heb je dat bordje niet gezien? Ja, ik heb gezien, maar we moesten ook naar die B. Ja, Discard B. Dat zei hij. Ja? Dat weet ik zeker. Ja, dit is goed. Oh ja. Ja, we komen allemaal onder bomen door, zei hij ook. Zie je, we gaan nu helemaal zo door die bomenbos. Maar hij zei dat we hem hier ergens neer moesten zetten, toch? Nou, we kunnen wel een klein stukje verder. Maar ja, dan moeten we daarna inderdaad met die fiets helemaal weer omhoog. Dus het lijkt mij dat we de fiets gewoon hier neerzetten, inderdaad. Anders moeten we wel heel ver met die tandem lopen omhoog straks. Wow, dit is wel echt een mooie locatie, hé. Holy shit. Dat was zo eng. Echt, je wil niet weten hoe bang ik was van mijn leven, joh. Dat was echt niet normaal. We gingen naar beneden als een jekko. Ik wil dat zo graag terugzien. Oh, dat was echt niet normaal. Dat was zo eng. Die fiets heeft toch geen vering? Je stuit het overal zo hard over. Al die wortels van die bomen. We klappen er overheen. Jeetje, Mina. Nou, niemand ziet dat we hem hier hebben. Dus gecamoufleerd. Laten we heel even hier een pin maken op Google Maps, want straks zijn we die fiets kwijt. Ja, dat is misschien wel een goeie. En ze verbouwen hier uien, ik weet het nu zeker. Het ruikt hier zo erg naar uien. Ik had het eerder op het eiland, had ik dat ook al. Ik dacht, wat ruik ik toch? Maar dat doen ze, 100% landbouw, uien. Ik weet zeker, ik ruik dat. Komen we nou in één keer een huis tegen? Dat is toch niet waar iemand woont, hè? Dat is toch niet normaal? Wat? Dat is echt insane. Echt in the middle of nowhere. Wow, kijk dan. Die heeft gewoon zelfs een super mooi tuintje. Helemaal mooi, joh. Dit is echt ziek. Schatje, ik denk dat daar waar wij zo rechts gingen, dat we daar gewoon rechtdoor aan moeten gaan. Denk je dat? Ja, want ik denk dat je dan een betere weg uitkomt. We zijn nu echt een beetje zo'n toeristische route gegaan. Ja, maar we zijn ook toeristen, dus dat is mooi. Kijk dan, hé. Wow. Jeetje, als je hier woont. Ongelooflijk, dan woon je echt in the middle of nowhere op echt een mini-eiland. Het is wel heel mooi hoor, om hier te lopen. Het is hier ook serieus warm, hè? Ja.
Het is echt een beetje tropisch klimaat, voelt het. Heel erg vochtig of zo. Ik weet niet hoe je het moet uitleggen. Alsof je een beetje door de vlindertuin loopt. Dat is echt heel apart in één keer hier. Daarom dacht ik ook echt aan de Jurassic Park vibes. Wauw, die vogeltjes ook en zo. Zo fijn. Nou, als we hier met die fiets hadden moeten gaan fietsen, dat was echt niet goed gekomen hoor. Kijk, die dikke wortels ook hier en zo. Nee, dat was echt niet goed gekomen. Ik denk eerlijk gezegd dat we een verkeerde route hebben alsnog. Maar ik denk wel dat we uiteindelijk op de goede plek komen. Denk ik, hoop ik. Een paar stenen hier. Bruggetje. Super cute. Wauw, kijk al deze bloemetjes ook. Wow, helemaal vol ermee. Zonnetje inderdaad, heerlijk. Let's go sunshine. Wauw, check dit dan. Wow, dit is echt insane. En in één keer komen we uit de bosjes hier. Voel je die wind veel meer omdat je niet meer bedekt bent. En dan in één keer dit. Wow, dat is echt sick, hé. Lijkt me een film. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. Hé, hier zie ik een kajak liggen. Hey, hier is Alfie dan ergens. Ja, Alfie die ging meteen vanuit de trekker ging die hierheen lopen om de kajakken klaar te maken. Want hier gaan we dus mee in het water. Wauw, dit is wel heel sick hoor. Dit is echt gewoon een privéstrand. What? Check dit, hé. Wow, zelfs een... Wow, daarom is het hier nat. Het is gewoon helemaal zo'n watervalletje. Helemaal naar beneden. Dit is echt sick hoor, mensen. Dit is echt helemaal een verlaten strand. Gewoon niemand hier. Wow, this is beautiful here. It's nice, isn't it? Yes, it's beautiful. Was this the right path? Yeah. Really? Yeah. It's long, isn't it? Wow. We almost fell from the bike. Oh, you didn't drive. You didn't ride all the way down, did you? Well, a part of. And we hired a tandem. Yeah. Brilliant to see. Wow, maar dit is echt mooi. Hè? Je hebt daar ook zo'n gleuf daartussen. Daar kan je waarschijnlijk ook nog lopen ook. Heel sick. Pas op, vallende stenen. Oh ja, yes. We zitten wel met z'n tweeën. Ja, dat is wel fijn. Ja. Zij zitten met z'n tweeën en wij zitten met z'n tweeën. Oh, dat is lekker, denk ik. Oh nee, zij hebben allebei een eigen. Yeah. Wij zijn met z'n tweeën. Would you rather a double kayak or two singles? Double. I think a double is nice. Like a tandem, hè? Ja, de tandem stijl, yes. Oké, okay, dames en heren. Daar gaan we. Oh, grab my paddle. Oké. Okay. You shall not pass. Okay, you want to hold it like 100 bars? Five minutes later. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Ik ben benieuwd, dames en heren. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Ready to go? Yes. Let's move out! Your feet are gonna get wet. Oké, het water is koud. Oh, dit is echt heel koud. Oh my god! It's freezing cold. Wow. Kom in. Woo! Okay, I'm gonna give you a little push out. Yes. Paddle forward. I'll see you in a second. Thank you. Oh, mijn kontje is nu al nat. Er zitten allemaal steentjes tussen mijn voeten. We moeten wel paddelen, want we gaan weer terug nu. Je paddels zijn te klein voor mij. Ja? Ja, dat denk ik wel. Oh joh, dit is gewoon zwaar, hé. Are you going inside? We gaan even kijken of het veilig is en zo ja, dan gaan we er ook heen. Ziet er wel spannend uit. Ja. Lekker aan het chillen met mijn maatje. What was your name, by the way? Alice. Alice? Alistair. Alistair? Yes. Alistair. Oké, okay, nice. Oh, we kunnen erin, maar niet meer eruit. Oké, okay, dat is niet echt een leuk idee. Nou, dan gaan we. Wauw. Geen probleem. Ja, sorry. Sturen. Ja, maar kijk, weet je wat mijn probleem is? Ik kom hier tegenaan. Ik paddel te veel zo. Oh,
Oh, daar is een cave. Maar, daar zijn we dan, schat. Looking gorgeous. Hij gaat even verkennen. Wauw, kijk dit maar, joh. Wauw, dat hole is scary. Did you ever been there? You can when the tide's lower. I wouldn't want to take you in there now because the tide's coming up. So if you could get in there, you might not be able to get back out. You'd be trapped in there. Wauw. Vind je het mooi? Ja. Zal ik even wat met mijn telefoon filmen? Kijk waar we nu zijn, dames en heren. We zijn in een grot. In een mooie grot. En daar verderop, daarachter, ga eens iets naar rechts. Dat is links. Ja, dankjewel. Daarachter kan je ook nog in als het lage tijden is, maar het is nu hoge tijden. Dus we kunnen er nu niet in, want dan komen we er niet meer uit. Maar dat gaat dus drie keer verder. Dus de grot die je hier ziet gaat nog drie keer weer een grot als deze daar verderop, daartussen. Super lijp. Heel eng ook eigenlijk het idee. Dat is wel echt nice hoor. Bye bye. Oeh, hoppa. Nice. Wow, check dit. What the fuck? This is so scary. Wow. Je kan onder door. Wow. Wow. En je pedal er nog hoog. Wow. Wow, you can all the way go there. Normally, again on a lower tide, you can get all the way through. Did you ever been there? Yeah, normally on a lower tide. What? Go through. Are you going through? No, I don't want to get through. No, I will not do anything. Ja, dat bedoel ik. Je krijgt niet met haar mee heen hoor. We moeten denk ik een beetje hard gaan en dan zo de kant op varen. Oké, dames en heren, we zijn dus klaar met de kajak. Was echt super leuk. Wel een beetje winderig dus. Best wel zwaar ook.
Maar we hebben heel erg genoten. We zijn even in de grotten geweest. Het was echt wel een hele mooie ervaring. En dat dit gewoon zo privé is, is echt bizar. Er loopt één iemand hier met een rugtas. Die is dingen aan het verzamelen van het strand. Geen idee wat precies. En wat je dus hier ziet, is dus de mooie waterval. En er staat heel erg duidelijk, het water is niet drinkbaar. Dus ik weet ook niet wat voor water hier precies heen gaat. Vanaf boven. Maar dit is wel echt mooi. Wel echt heel erg nice dit. Beautiful. Nou, we lopen hetzelfde pad omhoog. Wat we dus ook naar beneden liepen. En hier staat ergens onze fiets. Ja. En dan gaan we fietsen. We hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel tijd. Over 10 minuten moeten we er eigenlijk al zijn. Ik weet geen eens of we dat gaan redden. Tenminste, dan hebben we de reservering staan. Ja. Maar dan moeten we zijn aan het ergste puntje van het eiland. Daar gaan we dan lekker lunchen. Ik heb wel echt goed trek gekregen van het kajakken. Ja, ik ook. Want mijn spieren, schouders. Ik ging vol tegen de stroming in eerst. Ja, hij zei ook, het was echt harde wind. Dus het was wel echt even bikkelen. Ja. Terugweg was daardoor wel wat sneller. Heel veel sneller. Dat was chill, ja. Maar goed, wij lopen ook eigenlijk altijd wel hard hoor. Klopt, we hebben snel wandeltempo. Ja, we lopen altijd echt snel. Ja, altijd een beetje dit. Ja, altijd gewoon echt hard door. Ja. Nooit een keer rustig of zo. Hé, daar is hij. Hey, kijk eens. Beautiful. Nice. Zo mooi. Het draait nu niet eens meer. Oh. Nou, we moeten alleen nog even kijken hoe het slot werkt. Zo mooi dit weer. Dicht lukte wel, maar... Ja, dicht is gewoon klik en dicht. Nu nog open. Hoppa, Enzo heeft het gefixt. Tadaa. Nice. Jaren. Daar is ons prachtfietsje weer. Gelukkig zijn we niet heel ver hier naar beneden gegaan met de fiets. Anders hadden we echt ver omhoog moeten lopen. Ja, klopt. Nu valt het echt gewoon mee. Nu valt het mee. Ik denk dat we nu 300 meter hebben gefietst hier naar beneden. Hoppa. Echt leuk, een tandem. Ja. Tandem moeten we ook in Nederland kopen. Echt, hè? Oké, ga jij nu voor? Ja, goed. Oké, ik ben heel erg benieuwd hoe dit is. Oké, ready? Ja. Niet het... de afgrond in graag. Nee. Gaat maar goed. Ja? Ik heb me goed vast. Hoi, yo! En zo! Nou we gingen gewoon... Ja. Ja, omdat jij nu al 2 keer bijna in de bosjes bent gegaan. Ja, vooral met die camera vasthouden is eng. Trappen. Ja, ik trap. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, je kan nog, nog meer schakelen, denk ik hoor. Ja. 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 Schatje, even rusten. Oh, dat is moeilijk. Maar ik denk als je met beide handen het stuur vast hebt, dat het wel makkelijk is. Maar het is apart, hè? Jij filmt ook nog. Het is apart, hè? Ja, ik moest heel hard lachen. Oké, nou even de Google Maps erbij. Jeetje, ik ga een stukje vooruit. Moet je kijken hoe dit eruit ziet. Of dat huis met die planten erop. Ja, heel mooi. De bloemen. Het is wel echt sick, hoor. Echt prachtig. Ja, 2,1 kilometer. Oké, nou, let's go. 2,1 kilometer fietsen. Hoppa. Daarvoor. Daar gaan we. Ga ik lekker achterop. Yes. Hoppatee. Het zou wel minder zwaar moeten zijn, toch? Fietsen. Of niet? Ja, de fiets is ook weer zwaarder, maar ik weet het niet eigenlijk. Best zwaar. Nou, we gaan ook best wel omhoog hier. Ook nog even de beentjes trainen. We hebben de armen getraind met het kajakken en nu ook nog de beentjes erbij. Super. Trap je echt mee? Ja, schat. Moet je nagaan hoe kut het was toen jij niet ging trappen. Dat was gek. Oh, oké. Schat, je gaat niet kutten, hè? Nee. Nu we naar beneden gaan. Voorop zitten is zoveel chiller. Oh, dat is echt gek inderdaad. Als jij voeten stil hebt, moet ik zo stil houden. Dat is gek, hè? Ja. Wauw. Wow. Heel nice. Schatje, remmen. Dit gaat wel heel snel namelijk. Oh, hier mag je ook niet fietsen, zie ik. Hier moeten we eraf. Ja.
Huh? Nou, goed getimed. Maar moeten we hier helemaal heen? Ja, we moeten helemaal naar achteren. Wow, dus we moeten hier de fiets weer neerzetten waarschijnlijk. Oh, hier mag je de fiets ook niet meebrengen? Nee. Ja, fiets aan de hand mag. Maar als je hier moet lopen, kunnen we beter gewoon een hele stuk lopen, lijkt me. Dat is nog best wel ver. Ja. Oh, joh, mijn benen zijn kapot. Ja, hè? Ja, ziek hoor. Ja, we moeten ook echt even wat eten. Ja. Oh, ik had net deze knip hier zo gedaan, want mijn hele broek wordt vies van die ketting. Kijk dan. Oh, dat is niet fijn. Nee. Ben je alweer eens sonderen? Ja, komt hij eraan? Ja. Zo, oudje. Dat is echt een oudje. Ja, nou ik denk dat we hem daar dan neerzetten of zo. Ja, laten we dat maar doen. Ja. Ik heb de fiets op slot gezet. Eigenlijk zou ik denken, waarom zou je fiets op slot zetten hier? Want ja, je kan zo'n fiets nooit van het eiland afnemen, toch? Het lijkt mij niet dat de inwoners die hier vandaan komen zo'n fiets jatten. Hoe wil je het uiteindelijk verkopen? Hoe wil je dat kwijt? Je zit op een eiland. Iedereen ziet als je iets meeneemt, toch? Van het eiland af. Maar goed, ik heb hem alsnog op slot gezet. Maar we gaan dus heel eventjes naar de wc hier. En dan gaan we 1,2 kilometer lopen. Dus dat is een kwartiertje die kant op. En dan helemaal aan het einde daar hebben we dus lunch. Waar we dus nu eigenlijk hadden moeten zijn. Maar ja, vijf over half twee is nu. Zouden we eigenlijk half twee moeten zijn. Maar dat hadden we gewoon nooit kunnen redden, joh. Met dat kajak en alles. Maar jeetje, het is wel echt heel gaaf hier, hoor. Hier komen we dus vandaan en het zal een beetje hard waaien, maar check dit. In één keer uit het niets. Dit is dus de brug die het kleine Sark verbindt met grote Sark. Dus je hebt, wow, kijk daar beneden. Daar waren we aan het kajakken. Ja, dat was daar. Daar waren we met de kajak. Net. Dat is gewoon ook echt weer een privéstrand hier zo. Ja, niet echt een... Ja, het is wel een strand. Je ziet niet echt zand, maar gewoon steentjes allemaal. Maar het is wel mooi hoor. Maar dit is dus Little Sark, wat je hier ziet. Little Sark. En dit is dus Big Sark. Dat is gewoon het grote eiland. Wel, wel ziek. Normaal gesproken vind ik een brug wel eens eng. Maar deze niet, omdat het gewoon echt zo stevig is. Kijk dan helemaal van dit. En hier ook weer een pad naar beneden zo. Dan kan je waarschijnlijk zo helemaal naar dat strand daar zo. Wauw, dit is wel echt super mooi hoor. Wauw, je ziet die twee cruiseschepen daar ook, die we eerder zagen. Ja. Echt super duidelijk. Ja. Echt gaaf hoor dit. In 1945, deze weg was opnieuw gebouwd in concrete, dus in beton. En er zijn handvaten toegevoegd door de Duitse gevangenen van de oorlog. Ja, daar kwam het op neer. Ja, dus toen is de brug helemaal opnieuw gemaakt. Maar ik moet zeggen, dit komt niet uit 1945. Dus die hebben ze ondertussen al wel weer vernieuwd. Maar de brug zelf is dus wel gebouwd uit 1945. Niet gebouwd, opnieuw gemaakt. Precies. Dus verstevigd. Ja. Verstevigd, ja. Sick hoor, echt sick. Heel mooi. Wauw. Ja, hier waren we met de kajak. Holy moly. Ja, hier waren we met de kajak. Ja, dat is een beetje gek, want het lijkt een beetje op elkaar als je rechts en links kijkt. Maar het was duidelijk aan de andere kant. Als het goed is, zijn we er, dames en heren. La Sablonnerie, hoe je dat ook uitspreekt. Let's go. Nou, je mocht dus wel met de fiets hierheen. Ja, daar kwamen we ook later achter. Ja, dit zijn allemaal elektrische fietsen. Goed, we gaan ons even melden. Oh, het ziet wel mooi uit hier, hoor. Wow, kijk dan. Die loopt gewoon helemaal als een chique ober, zie je dat? Ja. Helemaal in pak. Wow, dit ziet er heel deftig uit. Ja. Kijk dit dan. Prachtig plekje, hoor. Keurig. Kijk hoe het hier eruit ziet. Dit rook ik dus buiten, serieus al, het vuurtje. Zo, kijk dit dan. Huh, dit is gewoon een deurtje. Huh, dit is zo gek. Dit deurtje, het gaat gewoon naar de trap. Het is gewoon een woonkamer, denk ik. Bijzonder. Zie je dat trappetje? Hier de zijkant. Huh. Dat gaat naar een huis volgens mij, gewoon de woonkamer. Ja, het ziet hier heel mooi uit. Echt chic. Kijk, een mooi paard daar. Hoppa, wat heb je daar? Speer met geitenkaas. De speer met geitenkaas? Ja. Guys, are you ready to come through for your... Yes. Ja, yeah, perfect. We hebben even aan de bar gezeten hier. En we gaan nu naar de tafel. Thank you. Hallo. Bye. Ja, ze zei tegen mij, doeg, maar we zijn er net. Awkward. Kijk hoe netjes deze meneer ook weer is. Echt ziek. Nou, daar zitten we dan. Kijk dan, keurig. Ik krijg ook servetje. Thank you. Dat is echt netjes, hè? Deftig. Ja. One, two. Oh, we already know. Oh, you've had it all inside? Yeah, we've had it inside. Yeah. You've seen it? Oh.
She explained. No problem. We would like to have the risotto boat, if that is possible. Two risotto, no starters or intermediate. Do you have some bread, maybe? Yeah, we'll have bread. With butter. Yeah. Oh, perfect. Okay, nou, daar zitten we dan, in het tuintje hier. Gezellig. Een beetje fris trouwens. Ja, klein beetje fris. Koud. Ze zijn nog wel buiten of binnen zitten, maar we zeiden buiten is wel leuk. Als het zonnetje komt, is het weer lekker, hè? Precies, dat is het. Wow, dit is echt bizar. Die vrouw die we net spraken, die is echt al gewoon heel veel generaties hier. Ja. Die familie. Ze vanaf ook, 1500 of ja, zo. Ja, ze had het over 1565 dat haar ouders hier kwamen om het eiland veilig te stellen of zo. En dat ze hier dan woonde al vanaf die tijd met de hele familie, zeg maar. Hele stamboom bijna. Dat ze gewoon hier geboren is en gewoon... altijd is gebleven. Altijd hier is. Dat is toch bizar? Ja, zo bizar, ja. Ja, echt een gek plekje in één keer zo. Ja, lekker tuintje hier. Oh, boertje. Echt goede trek, hè? Zag je mijn boeren? Ja, er kwam in één keer een boer omhoog. Hallo. Ja, ik heb ook echt trek. Yes, perfect, thank you. Brown or white? Brown, please. Ja, for me too. Thank you. Oh, fijn. Sorry? Oh, yeah, yeah, with the sure. Yeah, with the cell phone, it will be nice. Can you tell me what to do? I'm sure I can do. Voila. Thank you. Fantastico. What a lovely day. It turned out really well. I thought it might rain, but I didn't, thank goodness. Yeah. Okay, this photo is so mooi. Nice. Zo, dat accent van hun. Je hoort het al. Ik heb de camera neergelegd, maar je filmde nog. Maar je hoort hun praten. Yeah. Wow, such a beautiful voila. Ja, echt. Het is echt ziek accent dit. Ja. Echt niet normaal. Nou, lekker broodje. Lekker broodje, een beetje boter erop. Oké. Okay. Ze zei helemaal van, ah, zo zonde dat je geen lobster hebt genomen. Want het is echt lekker wat er is. En... ja, echt hè. Maar ja, het zijn geen viseters eigenlijk. Ah, thank you. Hoppakee. Ja, ze zijn wel echt, ik weet niet waarom, maar ik vind het een beetje te ongemakkelijk. Snap ik. Hoe netjes ze zijn. Heb ik ook een beetje, ja. Ik voel me een beetje ongemakkelijk, omdat ze zo netjes zijn. Voilà. Voilà. Dames en heren, we hebben hier voor ons risotto. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog nooit zulke risotto gezien. Nee, je hebt alleen nog maar rode bieten risotto van mij gehad, hè? Klopt. Ik denk wel dat het lekker is. Wow. Ja, hè? Het is risotto met tomaat en parmezaanse kaas. Is lekker hoor. Ja? Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Nice. De Harry Potter. Kijk dan. Oei, joh. Dit komt gewoon serieus hier uit de kast. Myron! Oh, Myron is niet bij mij. Oké. Okay. Oh, wat de heck is dit? Oei, joh, dit is in één keer een kamer. Oh, zit ik nu in iemands kamer? Oh. Oh, hier. Kan ik hier naar de wc? Geen idee. Ah, hier is een wc. Oké. Interessant. Ga ik gewoon bij iemand op de kamer naar de wc? Ik weet het niet. Oké, nice. Ik hoop niet dat ze die hebben gehoord. Ik vind het heel raar. Volgens mij ben ik echt gewoon verkeerd hoor. Volgens mij ben ik gewoon in iemands kamer gegaan. Ik snap er niks van. Er zit ook geen slot op de deur. Kijk. Ik laat de deur wel open, ik kan het even luchten daar. Ik snap er helemaal niks van. Maar ik ben wel naar de wc geweest. Oké, okay. Nou, ga weer naar beneden. Oh, zo. Oei, joh. Ik ga even verder lopen, wat is hier? Kijk, nummer 7. Zo echt super schattig dit allemaal. Hier heb je ook allemaal kamers. Oh, oké. Okay. Hey, hi. Nou, we gaan er weer vandoor. Nemen we deze Harry Potter ingang weer. Hoppa. Zo. Nu lopen we dus hier weer over de brug. Wel heel erg mooi. Extra mooi als de zon schijnt. Super nice. Daar staat Alfie boven. Kan hem waarschijnlijk hier zo zien. Hier zo. Staat hij op ons te wachten om ons weer mee te nemen. Ja, echt nice. Dan kan je die brochure misschien aan hem geven. Ja, misschien is hij daar blij mee. Ja. Ik heb speciaal voor jou meegenomen. Ja. Ja, dus het blijft wel echt bizar dit hoor, dames en heren. Zo echt super gaaf. En dat is zo dicht bij Nederland eigenlijk. Hè. Daar gaan we weer. Hey. Hoppakee, samen met onze maat. Kijk dan. Kun je doen een wheelie? Oh, small wheelie. I wasn't sure you were gonna make it back. I phoned up Stark Shipping, the ferry company. Yeah. Just to make sure there's room on the later boat, just in case you missed the 4 o'clock. Really? Oh, really? Oh, that's kind of you. Thank you. You know, answer okay. Very well. We try to do our best. Come on, pedal, babe. Go, go. Damn, gewoon alleen maar trekkers op dit eiland, hè, dames en heren. Gewoon voor de rest niks. Geen auto's, geen scooters. Hallo. Nou, zijn we allemaal super vriendelijk. Ik bedoel aardig. Ja. Ik
Ik wou zeggen friendly. A few moments later. Oh nee, niet trappen, niet trappen. Hé, hey, ik val bij de gek. Hoi, yo. Ja, het is je eigen schuld. Hoi, hoi, hoi. Oh. Oh, dat gaat best hard. Het is echt mooi ook hier, hè, die paardjes. Hier, ik peddel met je mee. Niet door de stront. Dames en heren, waar we nu in komen... Dit is de hoofdstraat. Oh, tring tring. Oh. Dit is de hoofdstraat. Je ziet het aan de winkels. Dit is gewoon letterlijk de hoofdstraat. Ja. En je ziet nu een paar mensen gewoon vanwege de toeristen. Maar that's it. Oh, ik ben aan het trappen voor mijn leven weer. Dames en heren, we hebben het gehaald. Oh, u mag stoppen. Oh, mijn reet. Bedankt voor de rit, meneer. Ja, was een... medewerking. Dat was een genoegen. Oi, oi, oi. Thank you. Bye bye. Nou, daar gaat ze. Ze brengt de fiets weer terug. Nou, dan gaan wij naar de boot. Wow, kijk dit. Het is tegen de wet in om naar beneden te fietsen waar de boot ligt, bij de haven. Maximale boete 500 pond. Maar tanken ze hier, zou je denken? Dit ziet er wel heel erg oud uit. Dit is denk ik een hele oude tankstation. Oh, alleen maar trekkers is wat je ziet en hoort. Oh, misschien gaan we al met deze trekker naar beneden trouwens. Het is nu 4:05, dus we hebben het op zich nog best netjes gered. En nu lopen we naar beneden, dames en heren. En dan gaan we weer de ferry nemen naar Guernsey. Let's go! We zijn echt nog wel op tijd, hoor. Hoppakee. Kijk eens even. Daar is de boot. Let's go. Dat is nice. Nou, dan gaan we instappen. Hoppakee. Nou, daar wil je niet tussen vallen. Nou, misschien gaan we nog dolfijnen zien. Who knows? Who knows? Zo, daar gaan we weer. Met de hele gang. Gang, gang. Ashraf, thank you very much. It was a pleasure. It was lovely. I will take one, you take. Oh, perfect. Oké, dan gaan we nog vandoor, dames en heren. We zijn weer van de boot afgegaan. En we gaan nu de koffers in de taxi doen. En dan gaan we naar de nieuwe locatie. Hoppa. Thank you. Okay, well. Nice. Lovely. And thank you very much for the bread. Yes, I will enjoy that. A pleasure. Well, have a safe journey. Thank you. Okay, will do. Bye bye. Oké, en dan zeggen we Ashraf dus gedag. Waar we dus zijn geweest bij het Saints Bay Hotel. Dat was hartstikke leuk. Hoppa. Zo. En we gaan dus nu naar de nieuwe locatie. En dat is een beetje een glamping stijl. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Het was echt leuk bij Sark. Echt genoten. Zeker. Ik heb zo net eventjes op de boot geslapen. En ook nog hier in de taxi. Lekker hè. Dus dat is heerlijk. Zo schattig. Ja, Ashraf is zo aardig. Hij is echt super aardig. Echt super aardige man. Ja. Heeft ons ook echt een paar keer goed geholpen. Ja. Toen we bijvoorbeeld echt even iemand nodig hadden om ergens heen te brengen, toen was hij daar. Gelukkig man. Ja, dus dat is echt super nice. Dus goed, nu gaan we met de taxi naar de volgende bestemming. Yes, naar onze volgende logeeradres. De volgende logeeradres. Ik ga lekker logeren vanavond. Ja, hier eigenlijk als je op vakantie gaat, ben je gewoon aan het logeren. Ja, dat is wel waar. Ja, hier slapen we dus één nachtje op deze glamping. En dan gaan we morgen naar Jersey. Dus dat is een ander eiland. Yes. Maar vanavond slapen we dus nog een nachtje op Guernsey. Oei, oh, is er een hond? Ja. Hey, doggy. Hey. Er is een hond. Hello. Hey. Hello. Hello, doggy. Hi. Hello. Nice to meet you. I'm Enzo. Hello. Is this your dog? This is our dog, Chili. Oh, beautiful. Kijk. How much time you've got? The games room. Hey. Hey, een pingpongtafel. Nice. Oh, great taste of tracker. Tracker. John Deere. John Deere. John Deere. It's the best. It's the proper one. Very nice. So, how do you call this? Is it a glamping? Glamping. A glamping. Yeah, so nice. We've got 5 tents for families and 3 huts that are just for couples. Oké. Okay. Oh, dat is echt fijn. Lieve vrouw ook. Fijne stem. Ja, heel leuk. Helemaal leuk. Mooi. Kijk hoe het eruit ziet. Hier, de hond komt erbij. What was the name of the dog again? Chili. Chili? Chili. Like in chili pepper. Chili. Hey, Chili. Chili hot dog. Oh. De hond loopt lekker mee. Ja? Yeah? Oké, dus hier kwamen we dus binnen. A family reunion up here at the moment. Oh, okay. They're just arriving today and tomorrow. Games, pizza area as well. You've got Patank. Yeah. Yes. Wow, this is for Patank. We have gewoon balls in onze tent liggen. This is for an officiated ball. Yeah. In the Netherlands, I do this, Patank. You do. With my grandpa and grandma. Oh, yes. It's a good
game. It's very social. It gets very, you know, if you've got a whole lot of people up here. Yeah. Nice. Oh, yeah, share the ball. Looks lit. The oven there, view. Wow. Yeah, we've heard the dinner's taken care of. Or what was the planning for the dinner? Well, I don't know much about your trip other than staying here. Okay. But Visit Guernsey said they've arranged for a hamper to arrive. I don't know what What's that is. What's a hamper? A hamper is like a basket full of food. Okay. I presume it's normally cold food, like, you know, hams, cheeses, and those sort of things. Okay, we will see. No problem. Surprise. You have barbecue here if you like this. But you've got a barbecue as well. Oh, wow. Jeetje, dit is echt nice, hè? Kijk dan hoe ze dit doen hier. Met die trolleys, zo die koffertjes erin. Oh, yo, dit is zo sick. Dit ziet er echt allemaal super luxe uit, hè? Ik ben echt heel erg benieuwd hoe de tent is. Want Maiwen die zei net nog van ja, ik hoop wel dat er elektriciteit en alles is bij de tent. Om de computer, de laptop op te laden, beelden te uploaden. Maar jeetje, dit uitzicht hier. Ongelooflijk. Wauw. Oh, hier gaan we sowieso even wat drone shots maken, dames en heren. Dit is de familietent. En wij slapen daar beneden, maar deze mogen we ook even zien. Ah, cool. Oké, ga maar voor. I'll show you. This is for families. Wow, the grass is beautiful. Oh, wow, that's so cute. Lijkt wel een beetje op die van vakantie. Ja, het lijkt een beetje op wat Luke en Kika hebben in Italië. Zo'n tent. Ja. Dat is zo cute. Dat is echt schattig. Ja, ook met dit wordt het gewoon precies hetzelfde eigenlijk. Ja. En dan hier kun je ook slapen. Child teenager. Ja, dat is nice. Whoever gets it first. Ja, dat is zo leuk. Ja, het is gewoon precies zo'n tent. Ja. Als dat ze in Italië bij Luke en Kika bij vakantie ook horen. Heel leuk. Ja, super tof. Yeah, this is lovely. Great atmosphere. The children do well here. They love it. I can imagine, yeah. Wow. Everything we need. This might be one of the best views. It's not bad. Yeah, wow. Because you're above it all. Yeah. And for how long do you have this glamping? This is our third season. We opened in the year of COVID. So we didn't actually really open until July. Okay. So that was quite short. Then last year was better. Then this is our first proper year. Nice, that's good to hear. Wow, this is echt sick hoor. Serieus. Kijk dan wat voor uitzicht je hebt. Wow. Dit is echt heel erg sick. Volgens mij is dit, wat ik Maiwen hoor zeggen tegen die vrouw, dus de enige glamping van heel het eiland. Het is echt luxe, hè? Het is echt netjes. Curly. Wow, dit is echt nice. Hey, Chili. De hond, hey. Chili, kom. Kijk dit uitzicht, schat. Oh, ik moet komen. Ik wilde met de hond spelen, sorry. Ja, dit is volgens mij echt sick, hè? Dit is zo mooi. Jeetje, Mina, hè? Wow. Wow, dit is zo sick. Wat? Wauw, dit hebben ze echt goed voor elkaar, hè? Holy moly. En dit plekje, het ziet er zo gezellig uit. Wow, dit is zo leuk. Wow, dit is echt vet. Dat bed ziet er zo comfortabel uit. Dit is zo leuk. Wauw, dit is echt heel tof. Oprecht een van de mooiste plekken waar we ooit geslapen hebben. Toch? Zo met het uitzicht. Ja, gewoon een hele gave plek. Ja, kijk dan. Lekker douche. Alles zit er gewoon in, hè? Ik hou hier zo erg van. Ja, dit is echt perfect. Wauw, maar gewoon dit uitzicht ook weer vanaf hier. Ja. Het is echt sick, hoor. Het is echt super gaaf. Hey. Echt heel erg gaaf. Great. This is perfect. Yeah, this is perfect. I'll bring your hamper down when it comes, because it will come to the top side, so we'll just drop it down. Perfect. Okay. Thank you. Wow, ik ben gewoon een beetje sprakeloos, hé. Zo, dit bed is ziek comfortabel, hé. Wow, yo. Dit is niet normaal, hè, schatje, patatje. Dit is fijn, hè. Oh, hij staat aan. Ik dacht dat hij uitstond. Oh, dit is echt lekker. Dat is fijn, hè? Dit is zo fijn. Zo, we hebben zelfs een USB-charger hier. Hier. Maar misschien werkt hij met de sleutel hier ook. Oké, even kijken. Hoe laat is het nu? Het is nu... Nice. Oh, 6:15. Over een kwartiertje komt het eten al. Oh, lekker, hè? Ja, ik heb echt trek. Ja, dit is echt heel erg fijn. Oh, dit had ik nodig. Lekker in de nature. Dit is echt fijn, ja. Wauw. En dat zonnetje die hier nu zo in het raampje komt. Ja, dat is bizar. Even een dutje doen, denk ik. Heel fijn dit. Het
is er. Ja, toch trek. Word wakker dan. Open your eyes in 3, 2, 1. Go. Dit is Enzo's probleem. Als hij wakker wordt, doet hij nooit zijn ogen open. En dan valt hij altijd weer in slaap. Kijk eens hoe mooi het uitzicht is hier, schatje. Wakker worden. En zo? Je lag lekker te slapen, hè? Ja. Lekker in het zonnetje, zo met zijn hoofdje. Dit als uitzicht. Ja, zo fijn. Oh, ik word niet meer van het bed afgekomen. Nee, hè? Oh, dat is zo'n fijn bed. Ja, ik zat ook lekker bij jou. We hebben gisteren zoveel omhoog gelopen en vandaag weer. Dat mijn benen kapot zijn. Ja, hè? Je hebt spierpijn, toch? Ja, mijn kuitje is hem zo pijn. Echt? Ja. Oh. Oh, zo! Hieronder, hè? Oh, ja. Hier voel ik het ook heel erg. Oh, ah! Oh, man. Nee, dus ik doe nog zachtjes. Gewoon even zo lekker kneden. Oh, dit is echt helemaal op slot. Au! Oh. Heb je dan ook hier in je knieholte? Nee. Nee, alleen hieronder? Ja. Ja, hier, hè? Ja. Au! Maar er kwam net iemand en die wist niet zeker waar we waren. Maar ze komt nu de box hierheen brengen. Ik ben heel erg benieuwd wat we krijgen. Ja. Een pizza box. Dat zou leuk zijn, hè? Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Wow, we zitten gewoon in een kleine caravan. Ja, maar echt een hele leuke caravan. Maar hij is gewoon luxe. Ja, dit is zo mooi. Ik vind het echt een van de mooiste. Ja, een van de mooiste plekken waar we geslapen hebben. Echt hoor. Gewoon het uitzicht. Nu dat zonnetje er zo bij. Oh. Ja, hier kan je ook gewoon een zonsondergang checken. En zonsopgang zonder dat je helemaal ergens heen hoeft te lopen. Want je wordt gewoon wakker. Ja, maar het ligt hier de zonsondergang. Hè? Dus dan is hier niet de zonsopgang. Ja. Oh, ga je nu dromen over de zonsopgang? Nee, hier is nu aan deze kant de zon. Dus ik denk, misschien... Nee, dat ga je niet zien. Want hij is denk ik helemaal aan de andere kant daar die opgaat. Maar alsnog kan het mooie zonsopgang zijn dat je gewoon zeg maar het licht vanaf de andere kant hier op het water ziet schijnen. Ja, dat kan wel. Hoe dan ook, we gaan vanavond sowieso lekker slapen. Heerlijk, hè? En we gaan hopelijk lekker eten. Dit is echt ons ding. Dit is echt ons ding. Ja, hier maak je ons echt gelukkig. Wow, hier kan je wel een boek schrijven, joh. Ja, hier kun je echt tot rust komen. Dit is niet normaal. Dit is echt sick, want gewoon... Het is niet dat je alleen maar saaie vlakke zee ziet of zo. Het is gewoon al die stenen, die gesteenten. Klopt. Die oude in de zee en het lijken allemaal kleine eilandjes en zo. Yep. En je zit gewoon op een knijters comfortabel bed... Zo, en dan... Wow! Ja, en dan kijk je gewoon zo lekker door dit zie je daar een klein raampje. Het raampje is ook gewoon al mooi. Ja, maar dat is het. De inrichting, alles klopt gewoon. Oh, klopt. Ja, het is echt zo mooi hier. En deze wil ik wel eigenlijk even weg hebben. Dat is een vlieg. Die hoorde ik al een paar keer zoomen. Zoomen. Hallo! Hi! So there's all different local things there. Oké. Perfect. Thank you very much. Oh, it's quite heavy. I know. So there's just the different local cheeses. That's the apple juice they make. That's the parfait local crab. And then those are seaweed nuts there and the tapenade. No, a chocolate? Yes, from Sark. Nice. Okay, now we're talking. And loads of different things. So everything is from the island? Yeah, and local strawberries. And wow. Nice. That's lovely. Thank you very much. It's a pleasure. Please enjoy it. Wow, we will do. And those crackers in the center there are seaweed and Guernsey cheddar crackers. Okay, thank you very much. Thank you. So kind, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Nice. Wat gaan we doen? Gaan we hier eten? Nee, ik denk lekker binnen. Het is best wel koud. Lekker binnen, man. Nee. Schatje, niet zo doen. Ja, als we weer lekker in je holletje zitten. Oh, zo. Dit is een super mooi holletje. Kijk, dan heb je toch hetzelfde uitzicht. En zo. Nee. Schatje. Kom met me. Nee. Kijk hoe fijn dit is. Ja, maar het is echt koud. Ja, doe mijn jas maar aan. Nee. En zo. Schatje. Schatje, kijk dan. Ja, maar kijk hier dan. Dat is toch hetzelfde? Ik neem een deken mee. Ik vind het wel lekker om even binnen te zitten, schat.
zijn de hele dag al buiten. Het is oprecht wel fris hier, hoor. Ja, het is wel fris. Ja, het is wel koud. Het ziet er warm uit, maar het is echt koud. Maar we gaan straks, als de zon ondergang is, gaan we wel even hier zitten, ja? Want dan... Kijk, nu is de zon nog daar, dus het duurt sowieso nog wel 1,5 uur. We zijn eigenlijk nog net te vroeg in de zomer, want het is nog net soms af en toe te koud. Nee, je moet echt wel een jas aan. Ook al zijn er heel veel Engelsen die wel gewoon in korte broek lopen. Ja, dat is zo gek. Zitten wij soms echt naar te kijken van hoe kan dat? Ja, klopt. Oké, wat kunnen we deze overdoen? Het is nog steeds koud. Alsof het dan in één keer warmer is. Doe ik het aan mijn kant? Doe aan jouw kant over, ja. Hallo. Ja, dit vind ik wel echt fijn. Ja, dit is wel top, hè? Wow, zullen we even kijken? Ja. Oké, we hebben dus broden. Lekker. Als ik zo kijk, vind ik het wel gek avondeten. Want er zijn heel veel kaasjes. Ja, het is eigenlijk gewoon meer snack of zo. Het is meer snack, ja. Ja, maar wel brood. Dat is wel, dat gaat wel vullen. Kan je niet gewoon uitschuiven? Nee. Dat zou wel moeten. Ah! Oh, joh, ik schrik me helemaal kapot. Jezus. Nee, ik probeer het uit te schuiven. Ja, dat kan. Kon wel. Ja, dat kan wel. Dat is wat vuur. Jersey apple juice. Lekker. Jersey apple juice. Guernsey. Okay. Guernsey, zeg jij heel vaak. Wat is het dan? Guernsey. Guernsey. We beginnen met chocola. Oh, dat is echt lekker. Die was van Sark, zei ze. Daar zijn we vandaag geweest. De chocola? Ja. De chocolade. Chocolate. Oh, en hier wel wat pesto of zo lijkt het. Mm. Oh nee, seaweed tapenade. Mijn hand zit eronder. Ja, waarvan komt dat, denk je? Oh, van dat. Nou, lekker smikkelen. Eet smakelijk, schatje. Eet smakelijk. We hebben wel echt heel romantisch, het. Ja, zeker. Ja. Zou ik de camera dan wegdoen? Zet me neer. Nou, vind ik niet heel romantisch. We zijn hier eventjes aan het chillen in de game room. We hebben het eten namelijk op. Het was echt lekker, genoten. En we zijn nu gewoon hier even een beetje aan het chillen. We hebben net een potje pingpong gedaan. Het was echt super relaxed. Ik had mijn camera eigenlijk niet meegenomen. Die had ik even in het huisje laten liggen. Maar ik dacht, ik ga toch nog even een stukje filmen van jullie laten zien. Game room is echt leuk. Ze hebben overal aan gedacht hier gewoon. Allerlei soorten spelletjes. Ze hebben ook echt... een super gave tafeltennistafel. En je merkt ook gewoon, ze zijn 3 jaar open. Maar ze zijn dus open gegaan in de coronaperiode. En je merkt dus ook gewoon dat er bijna nog niemand eigenlijk is geweest. En dat het gewoon super clean en alles gewoon nog nieuw is, zeg maar. Want dit ziet er ook zo mooi uit. De hele tafelvoetbal en alles. Zo'n basketbalnetjes. Ja, ze hebben daar een basketbalnet. En ze hebben, hier hebben ze zo'n volleybal, of hoe heet dat? Badminton. Ja, badminton is die denk ik. Maar je kan ook denken, wat met volleyballen. Ja, ik denk dat dat badminton is. Hier hebben ze badminton rackets en een voetbal en alles. Ja, echt super leuk hoor. Hebben ze echt gaaf gedaan. Ja, dit is echt top. Het ziet er zo fijn uit. Hey, kijk, die cave. Zou die hier gemaakt zijn? Oh, dat zou best kunnen, ja. Ja, dat die cave is van het eiland. Ja. Ja, wij zijn ook in een mooie cave geweest. Oh, hier is een gastenboek. Oh, dat is leuk. Oh, zullen we daar iets inschrijven? Ja, dat is leuk om te doen. Wij hebben dat ook in Italië, een gastenboek. Ik zie hier zelfs niemand die in het Chinees heeft geschreven. Wow, dat is echt mooi, hè? Het Chinees. Ja. Kijk dan hoe dat eruit ziet. Het ziet er echt mooi uit. Heel erg leuk. En dan hier heb je een mini boerderij met de chandeleur die ik liet zien. Echt super gaaf, hè? Dat hebben ze echt leuk gedaan. Kijk, kan je met allemaal varkens spelen en zo. Schattig. Bij kippies, haantjes. Fijn, hoor. Heel erg leuk. Nou, schrijf Marvin er even wat in. Moet je eigenlijk aan het einde pas doen, hè? Ja, maar we vinden het nu al geweldig. Oké, we gaan hier nog even kijken bij het piratenschip. Maar ook gewoon serieus bij een slackline. Kijk hoe sick dat is. Dat ze dat gewoon hebben, hè? Oh, echt leuk. Allemaal van die leuke familiespelletjes ook. Even kijken of ik dit kan. Hoi, joh. Hoi, joh. Marvin, kom, dit is leuk. Ja! Nee! Zullen we tegelijk? Nee, van wie het langst? Nee, samen. Grappig. Hè? Ik hier, jij daar. Mag ik het alleen proberen? Nee. Dat de ene been gaat heen en weer van jou. Doe jij het dan? Ja, nu al. Hoe kan die zo erg bewegen, dat been? Ja, weet ik ook niet. Je lichaam is gewoon op zoek naar evenwicht.
Ja, wow, best lang. Maar het is volgens mij, hier is het makkelijkst, zeg maar dicht bij de stam. Ja. Want hier trilt hij niet zo erg en dan moet je lopen eigenlijk. Dat is echt moeilijk hoor. Gewoon rennen. Ik kwam best ver. Ja, je kwam best ver. Ja, dat kwam dat je rende, ja. Je kwam tot hier, de helft. Ja, dat is best ver. Jij is dat. Ja, het was wel erg moeilijker dan je denkt, hoor. Zie, je moet rennen. Ja, maar ik ben bang dat ik dan val. Nee, hoor. Hoi, joh. Bijna. Zijn jouw strippetjes, joh. Als je valt, is het niet zo. Oké. Okay. Hoe viel? Oh, God, jij viel zo klingelen. Ja. Gaat ie? Ja. Ik wil het terugzien. Oeh, ja. Ja, ik redde dat niet. Ja, wow, ik sta nog. Hoi, joh. Ik stond nog. Hij was zo in de war. Joh. Ik was zo in de war, ja. Mij gewoon. Oh, bijna. Bijna. Oké, nu ik nog een keer. Oh ja, het moet sneller. Ik merkte dat ik heel vaak als ik ging die kant eraf viel, dus ik ging automatisch al meer naar voren leunen. Ja, ik wil eigenlijk een beetje zo recht en dan... Ja, je kan beter gewoon één kant op gaan. Doe jij maar. Vol in de bosjes. Het ziet er zo knullig uit. Ja, hoe kunnen mensen dit? Ja, dat is gewoon knap. Dat is gewoon oefenen. Dat is echt heel veel evenwicht. Bijna! Ik bijna! Oh, ik was echt hier of zo. Ja. Ah, nog een keer. Oei, oei, oei. Oh. Bijna. Oeh, bijna. Ah. Oh, ik moet al. Ik vind wel deze kant moeilijker, ik weet niet waarom. Oh, je kan ook echt hard gesmeerd worden door dit ding. Oh, joh. Oh, die ging best wel goed hoor. Oh. Oh. Ik vind het laatste stuk echt wel zit. Hallo. Really? Oh, zo nice. Zo close! Zo close! Oh, ja? Ja? Ja! Ja! Hi, baby! Yes! Wow. Ik ben klaar voor vandaag. Dat was echt nice. Na mijn harde val ben ik gemotiveerder dan ooit. Kom op, schatje. Maar die was echt nice. Nu heb je gezien dat het niet onmogelijk is. Ja! 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 Oh, bijna! Bijna! Dat was echt dichtbij! Dat was echt bijna! Ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, die telt! Ja, ik wil erop blijven staan. Oh, ik vind dat die telt. Je bent wel tot de overkant gekomen.
Jij laat je volgen en vallen gewoon. Weet je wat mijn tactiek was nu? Ja. Ik dacht, ik moet niet naar die ding kijken, ik moet naar kijken waar ik naartoe wil. Ah, dat is een goeie. Wow, dat is de tip! Dat is de tip! Ja, wow! Deze! Ja, ik keek naar de volgende! Yes! Wow, ik keek voor het eerst naar waar ik heen wil in plaats van naar beneden. Dat deed ik ook. En toen haalde ik het ineens. Dus nu back-to-back nog een keer. Ik kijk alleen waar ik heen wil. Bijna. Ja, ja. Oei, joh. Ja, juist. Perfect. Boom! Perfect. I made it! Yeah, we did it both! We did it both! Wow! We zijn met deze elektrische fiets 2,1 kilometer gaan fietsen. Dat was echt super relaxed, dat was prima te doen. En we gaan even naar de supermarkt hier. Morrison's Daily heet het. Dit is de supermarkt. Wat een nice, hè? Nice. Nou, gaan we op zoek naar wat lekkers. Ik zie hier wel wat lekkers. Kijk, chippies. Nice hoor, even wat drinken. Wow, joh. Wat is dit dan? Huh? Zo, hoi joh. Allemaal kleine pakjes of zo. Waar was je naar op zoek? Ja, ik dacht lekkere Maltesers voor vanavond. Nice. Die ga ik meenemen, denk ik. Maar we kijken nog even verder. Oké, we hebben alles. We zaten nog eventjes na te denken. Morgenochtend. Ja, dit is wel echt legendarisch hoor. Kijk de tas. Staat gewoon even een dikke chandeer op joh. We work with farmers we know and trust. Hey. Dus nu zaten we te denken, of tenminste Marvin die kwam met het idee van hey, morgenochtend hebben we natuurlijk even ontbijtje nodig. Dus we hebben even ontbijtje gehaald meteen vanmorgen. Dus het was wel goed dat we eigenlijk een soort van cravings hadden naar misschien nog even wat Maltesers of zo. Maar anders hadden we ook geen ontbijt vanmorgen. Dus dat hebben we nog eventjes geregeld. Dit vind ik trouwens geniaal. Deze auto kwam net aanrijden en die zet zijn auto neer. Not dirty windows, dog's nose art. Dat is wel echt geniaal. Dat is lachen. Goed, gaan we met de fiets terug? Ja, mag je rijden. Ik ga mijn best doen. Het is nu wel naar beneden, net ging je heel veel omhoog. Ja, maar dat is easy. Met een elektrische fiets is het echt gewoon te easy. En we hadden de fiets trouwens niet op slot. We hadden ook geen slot mee op deze fiets. Maar dat is hier ook helemaal niet nodig. Ik heb de drone hier klaarstaan. Het is tijd om nog even wat mooie shots te maken. Dus ga je lekker op het stoeltje zitten. En dan ga ik jullie nog even mooie stukjes van Guernsey laten zien. Nu is de wind een beetje gaan zakken. Dus dat is wel relaxed. Het is nog steeds niet echt warm of zo, maar in ieder geval is het geen koude wind of iets. Nee, stop. Nu zo de zon een beetje onder is, of tenminste onder aan het gaan is, is het ook wel nice, gewoon het uitzicht. Want nu kan je echt heel veel meer zien eigenlijk. Snap je wat ik bedoel? Ja, hij gaat nu binnen nu een minuut onder, staat er. Dus nu zie je gewoon heel erg veel betere huisjes. En ja, het is echt wel sick hoor dit. Ja. Echt nice. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan komen met de drone, dus we gaan maar eens even vliegen. Natuurlijk. Hebben jullie ervan genoten? Oh, en ze gaat dan gewoon hier op tafel landen. Tenminste, proberen. Oh, clean hoor. Wow, kijk hoe dichtbij. Bij dat flesje. Kijk dan. Ja. Oh, yo. Was die kapot gegaan dan? Dat denk ik wel, ja. Of was je propeller dan? Wow, zie dat vliegtuig daarachter trouwens.
Ja, sick. Blijf me altijd verbazen hoe langzaam het eruit ziet. Het gaat niet langzaam, maar het ziet er langzaam uit. Klopt, snap wat je bedoelt. Maar weet je waar ik nu net over na zat te denken, nu ik die drone zag? Waarom zijn vliegtuigen niet op deze manier gebouwd? Kijk hoe slim dit is. Hoe die pootjes zo zijn. Het is gewoon een soort van spin. En dan propellers. Ook een helikopter is niet zo gebouwd met zoveel propellers. Is daar een reden voor? Want waarom is een drone dan zo gebouwd dat een vliegtuig er zo uitziet? Ik denk omdat dit heel makkelijk te besturen is. Ja? En ik denk dat dit makkelijk is voor, zeg maar, gadgets. Ja. Om te besturen. Want dit is, op zich, droomvliegen is helemaal niet zo moeilijk. Nou. Vind ik in ieder geval. Als je een gamer bent, niet, nee. Maar als je er helemaal geen verstand van hebt, is het wel moeilijk. En als je dan gaat kijken naar lange vlucht, dan is, denk ik, zo'n constructie als dit niet handig voor een lange vlucht. En de propellers moeten ook beschermd worden natuurlijk, eigenlijk. Ik denk dat dit heel kwetsbaar is. Ja, precies. Ik ben benieuwd. Nog niet zo'n derde droom. Als er een vliegtuig-engineer is, laat eens weten waarom een vliegtuig eruit ziet als een vliegtuig. Ja. En of er misschien anders... Want ze hadden toen ook een keer over zo'n rondje, toch? Die ging dan zo vliegen als zo'n vliegtuig die Noël ooit gemaakt had. Nou, heel dat bijzonder. Ze zeiden dat eigenlijk beste constructie was. Ja, klopt. Wow. Ja, heel bijzonder. Heb je trouwens ooit zo'n Maltese doos gezien? Ik echt nog nooit. Het is geniaal. Maar ik dacht eerst, je moet het hier uithalen. Maar ik denk dat je zo dat het een soort van spel is. Dat je hier zo moet rollen. Dat je hier zo begint en dan moet proberen hem daarin te krijgen. Of is dat niet? Ja, ik heb geen idee. Het dat je eentje pakt en dan... Ja, dat is wel moeilijk. Dat is wel moeilijk, hè. Maar ja, hier zit ook nog iets van een vouwlijntje. Zie je dat? Daar moet je ook nog iets mee. Ik heb geen idee. Oh ja. Misschien weet iemand het. Er staat ook geen instructie op of zo. Ja, ik heb een lekker kopje thee. We zijn in ieder geval lekker aan het genieten. Precies. Echt een heerlijke afsluiter van de dag. Serieus. Echt super nice. Dames en heren, wij gaan lekker slapen. Appels en peren. Yeah, we liggen lekker in het bedje. Ik ga even wat dingen doen op de laptop. En dan gaan we nog even wat chippies eten. Een lekker dipsausje. En dan gaan we even serie kijken en dan gaan we lekker slapen. Het is nu bijna 10 uur in de avond. We liggen elke avond wel eigenlijk redelijk op tijd op bed. Maar we zijn toch elke keer gewoon druk bezig. En dan ga je toch lekker vroeg naar bed. Dus dat is heerlijk. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie weer genoten van vandaag. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. Morgen gaan we naar een ander eiland genaamd Jersey. Schijnt een iets drukkere stad ook te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we daar allemaal gaan meemaken. Zorg dat je er morgen dus bij bent. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.